Yes mensen, welkom bij deel 2 van deze Giro d'Italia, waarin wij met Miguel Angel Lopez op plek nummer 2 staan in het algemeen klassement, op 5 minuten van de leiderstrui. Maar dat is wel een beetje een vertekend beeld, want dat was natuurlijk Christian Ontijking, die heeft de leiderstrui gepakt vanuit de ontsnapping. En ja, daarom staan wij 5 minuten achter. Maar goed, we maken natuurlijk deze etappe wel kans om dat goed te maken. Want het is natuurlijk een hele zware bergetappe waarin Eiking het waarschijnlijk heel zwaar gaat krijgen. We zien ondertussen een kopgroepje met de Gent in de bergtrui. Ook Laffette doet daar nog steeds mee. Staat derde in dat klassement. Simonman staat er ook nog steeds heel hoog in. En ja, in het peloton gaat het toch wel hard. Ook door de man van Astana daar, Quinn Simmons. Maar Schulz neemt het over. Proberen natuurlijk de wedstrijd hard te maken. We willen die leiderstrui wel overnemen. En dat lukt hier ook, want we rijden met 3 man weg op het moment dat Guy op kop gaat fietsen. Haakt er eigenlijk niemand aan, terwijl we daar het Simonman ook van de kopgroep zien lossen. Haal hier eigenlijk de hele kopgroep bij. En ja, wanneer Lopez dan aangaat op de top eigenlijk bijna, 2 kilometer van de top is dat, probeert de Gent nog aan te haken. Ook Lucas Hamilton en Laurens de Plus probeerden daar nog aan te haken, maar dat lukt niet. En daarom is het Lopez die solo de afdaling ingaat en hier ook begint aan de laatste klim van de dag. We zien daar Richard Carapaz op kop fietsen voor Eiking, want dat zijn 2 ploeggenoten. Carapaz is dan klaar en is het Ayuso die het overneemt voor Almeida. Ja, met Lopez toch wel veel energie verspild, terwijl we toch geen secondes hebben goed gemaakt. Dat is toch eigenlijk wel best zonde. En ondertussen zien we ook een aantal andere favorieten. Mikel Landa zit er nog bij, Ben Healy zit nog in de peloton, Enric Mas, Joao Almeida, Martinez. Daniel Filippo Martinez is dat en Ben Healy zet dan als eerste de aanval in vlak na de top. Probeert hij in de afdaling weg te komen. McNulty gaat dan dat gat proberen dicht te fietsen. Ondertussen valt er wel een klein gaatje in de favorietgroep. Maar dan zien we Joao Almeida onderuit gaan. Dat is niet best. Hij gaat dus waarschijnlijk wel wat tijd verliezen. Terwijl die 2 groepjes daarvoor samenspelt. Dat is wel goed voor Miguel Angel Lopez. Want hij zat niet in het voorste groepje. En dan is het inderdaad de groep van 9 die achter Ben Healy voor de tweede plek gaat sprinten. En dan is het Hindley die nog wel wat bonus gaat goedmaken. En ja, ook Lutsenko pakt nog wel wat bonificatiesecondes mee. Ook Sivakov van Ineos zit in die groep. Godu, Ayuso verliest ook wat tijd. Ja, maar die stond sowieso al niet meer heel goed in het algemeen klassement. Maar je ziet inderdaad Lopez nog steeds tweede in het algemeen klassement achter Eiking. Proberen dadelijk in de volgende etappe, want deze is een vlakke etappe waar vrij weinig aan de hand is, waar weinig gebeurt, proberen we die leiderstrui definitief over te nemen. Ja, hier ook geen kopgroep. Dema die keihard op kop aan het fietsen was voor, ja, ik weet niet voor wie. Danese is dan uiteindelijk die nu deze massasprint gaat winnen. En let wel, Philipsen die staat hier aan het start, wordt hier tweede, maar heeft nog steeds geen sprintetappe binnen, terwijl hij echt een mega sprinttrein heeft, ook met ja, Philipsen zelf, Hodge zit erbij en ook Caden Groves hebben ze erbij. Dus ja, Philipsen zal wel balen dat hij die sprintzegen nog niet binnen heeft. Ondertussen hier een kopgroep met veel mannen van Arkea zien we daar. Caruso zit er ook bij, Conchi, ja, Petilli, Bertin achteraan ook nog. Ja, vrij grote kopgroep dus, maar geen gevaar voor de rolstrui in etappe nummer 14 richting de Monte Zoncolan. Ja, de kopgroep krijgt eigenlijk weinig ruimte. Valt ook hier helemaal uiteen op die eerste berg, terwijl dat eigenlijk niet zo heel zwaar is. We zien hier Groepema op kop fietsen, dat is waarschijnlijk voor David Godu. Staat niet heel best in het algemeen klassement, maar goed, ze hebben er dus vertrouwen in. De eerste aanval is dan van Lutsenko op de Monte Zoncolan. Samen met Landa en Lopez gaat hij weg. Lopez gaan we hier gewoon meesturen, want ja, we hadden eigenlijk geen ploegmaats meer. Eigenlijk alleen Tiberi die geen energie meer had, dus we gaan maar gewoon mee. En dan zien we eigenlijk dat de belangrijkste mensen de slag hebben gemist, maar die komen uiteindelijk wel terug. Of ja, eigenlijk is dat alleen maar Mas die nog terug kan komen bij Lutsenko en Landa. En Hindley zien we daar ook nog aanhaken. En dan blijkt uiteindelijk dat Mas toch hier de sterkste is van de favorieten. Die zet hier Lopez toch wel op een aantal secondes. Terwijl daar ook Landa en Lutsenko wat secondes verliezen. Ja, dan die Filippo Martinez valt er dus een beetje tussenuit. Ook Almeida verliest hier wel wat tijd. Carapaz verliest wat tijd. Sivakov ook, dus ja, Mas is eigenlijk hier de grote spekkoper en pakt hier ook de roze trui, terwijl we dat eigenlijk met Lopez graag hadden willen doen, want die stond op dit moment tweede in het algemeen klassement, maar blijft tweede op 4 seconden van Mas, dus het is nog echt reeds spannend daar bovenin in het algemeen klassement. En ja, de mannen van Mas fietsen hier dus netjes op kop. Van Zevenhand die is midden in de etappe naar een kopgroepje van 3 gesprongen en ja, springt daar uit ook weg en heeft hier een 1,5 minuut op het peloton. Gaat dus hier wel de etappe pakken, terwijl ik eigenlijk met Brutomesso het lead-out wilde doen voor Schulz. Ja, pakt hier van Zevenhand toch gewoon een mooie ritoverwinning, want het was eigenlijk wel voor de sprinters, zou je zeggen, van tevoren. Maar zat toch wel wat heuvelachtig in en van Zevenhand kon midden in die etappe dus gewoon de oversteek maken naar de kopgroep.
Ja, verder niks spannend in het algemeen klassement. Zien hier Mas gewoon net Joey Vince komen samen met het groepje Lopez. Ja, met Jules Brutto Messo pakken we wel 2 en 3. Dat is nog wel leuk. Pakken ook wel secondes waar we niks aan hebben. Maar goed, dan gaan we gewoon weer verder naar de volgende bergetappe. En hier kunnen we misschien wel een slag staan op Enric Mas. Dus we gaan uiteindelijk wel tempo maken met onze klimmers. Met onder andere Guy hebben we bij Tiberi. We hebben hier een kopgroepje met Quintana en Ganna, de twee ploegmaats. Ook Hugh Carty zit erbij, Pronsky inmiddels afgehaakt door Ben O'Connor, redelijk vroeg afgehaakt. En dan zien we hier inderdaad de trein met Jules, Tiberi en Lopez. Guy is op de een of andere manier niet mee. Maar ja, uiteindelijk een aanval van Lopez, had nog wel genoeg energie over. Dus ik denk, ja, laten we eens kijken wat Mas gaat doen. En Mas blijft hier gewoon netjes zitten. Oké, nou dan gaan we maar gewoon lekker door. En ja, Carapaz probeert er nog wel bij te komen, terwijl we hier Hugh Carty voorbij steken, die het ook niet aan kan haken. Dus ja, lijkt erop dat we wel weg gaan komen, maar uiteindelijk is het groepje Carapaz die er nog wel bij komt. En ook Enric Mas die daarbij gaat komen. De favorieten blijven dus terugkomen. En dan zien we ondertussen een counterattack van Mas. En ook Hindley gaat mee, Lutsenko zien we daar achteraan gaan. Man van UAE, volgens mij is dat Almeida of Ayuso. Zo te zien Almeida die als eerste in de aanval gaat. Ja, Ganna vanuit de kopgroep wint hier de etappe. Doet ook goede zaken voor het bergklassement. Let wel, hij had nog geen punten voor het bergklassement. Maar gaat hier toch een enorme jump maken. Terwijl we met Lopez gewoon netjes in het peloton finishen. Laag hier nog wel bonus op de strijd. Maar ja, Lutsenko weer snelste. Weer pakt hij weer bonusseconden uit een pelotonsprint. En Mas, die eindigt als laatste in het groepje. Dat betekent dat het verschil tussen Lopez en Mas nog steeds heel klein is. Nog maar 4 seconden. En dan is het begin van etappe nummer 17 best wel chaotisch. Ganna die dus in 1 etappe gewoon 130 punten heeft gepakt. Besef dat gewoon. Die heeft gewoon even flink huisgehouden in dat bergklassement. Ja, chaotisch begin dus. Ganna die dat gat dicht wil fietsen op die koplopers. En dan zien we hier gewoon onze 8 renners. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 inderdaad die tempo gaan maken. En Mas die blijft gewoon netjes in het wiel van Lopez. Vind ik ook niet gek. En eerste berg dus netjes overleefd. Komen er met 5 man overheen. Dan gaan we hier de afdaling in. En daar is wel een kleine valpartij van Lopez. Kan wel meteen weer op de fiets. Moet even dan Schultz zich inhouden. En Derek Guy, lag er ook bij. Dus die gaat gewoon netjes wachten. En dan op dat vlakke tussengedeelte Lopez terugbrengen. Dat is wel gunstig dat daar nog een vlak gedeelte tussen zit. Kan Guy gewoon Lopez netjes terugbrengen. En kan Schultz weer op kop gaan fietsen. Maar voordat het zover is, voordat we aan die berg gaan beginnen, is het Lucas Hamilton die eigenlijk een soort wanhoopspoging doet om voor die berg alvast een voorsprong van een paar minuten te pakken. Ja, pakt hier inderdaad wel wat seconds voorsprong, maar is halverwege 5 kilometer voor de finish alweer teruggepakt. Ook wel een hele steile, loeizware berg. Ja, Mas niet direct op het wiel van Lopez, maar zien we hier toch wel ook wel een beetje wat zwaar hebben. Moesten er ook wat meters goed maken op Lopez. Almeida gaat als eerste de aanval in. Daarachter dus Lopez en Mas. Daarachter zien we die man van Ineos. Die heeft het ook heel zwaar en de rest heeft het eigenlijk heel zwaar. Maar vooral Mas heeft het zwaar, want hij kan in de laatste 2 kilometer Lopez niet bijhouden. Daar komen Hindley en Landa en Co. Komen daar terug. En dan is het Almeida die hier de etappe-overwinning pakt in etappe nummer 17. Lopez die verliest er wel een paar secondes op, maar het is Mas die inderdaad zijn rolstrui gaat verliezen. Almeida verliezen we wat secondes op, maar dat maakt niet uit. Je staat ruim een minuut achter in het algemeen klassement. Maar we pakken dus de roze trui over van Mas. En ja, kijk hem fietsen met die roze helm en die roze fiets. Ik vind het altijd wel een mooi gezicht met Lopez. Dus pakken we de roze trui. Ja, gaat hij ook niet weggeven in deze etappe natuurlijk. Want kleine kopgroep, 3,5 minuut. Geen gevaar ook voor de roze trui. Het is ook een vlakke etappe, dus hier gaan we natuurlijk geen tijd verliezen, ook niet ten opzichte van Mas. Chavez die het dan wel probeert op het moment dat de kopgroep terugpakt. Ook Caudu, maar die ging alleen voor de bergpunten lijkt het wel, want die houdt na die bergsprint meteen in. Dus het is Chavez die het probeert, wordt wel teruggepakt. En dan is het wel nog een sprint, want het is niet zo'n hele zware etappe geweest. En dan is het uiteindelijk Philipsen die deze etappe wint voor Kooi. De eerste sprintoverwinning voor deze ploeg die eigenlijk gewoon alle sprintetappes had moeten winnen. Laten we heel eerlijk zijn. En Zabel pakt nog wel een nette 6e plek. Terwijl hij ook al kopwerk heeft verricht in deze toch wel lange etappe. 228 kilometer was die. Geen gevaar dus voor Lopez. Houden nog steeds die roze trui. Maar dat kan wel eens anders zijn na deze etappe. Kopje van 22 man. Ja, nogmaals. Geen gevaar, bergtrui Ganna zit mee, maar geen gevaar voor de roze trui, want dat is in deze fase natuurlijk ook niet van toepassing. Terwijl we hier in Miguel aan de Lopez nog alweer zien vallen. Ik had het gewoon niet door, ik zat hier gewoon een beetje te simuleren. Maar je ziet hier Brutto Messo een beetje wachten en uiteindelijk sluit Lopez
weer aan, maar dat is al de tweede valpartij van Lopez. Dus ik begin een beetje mijn hart vast te houden dat hij niet op een gegeven moment gewoon moet opgeven. Ja, het regent natuurlijk wel. Ja, Gannon zagen we daar in de kopgroep afhaken, terwijl UAE het tempo bepaalt voor Almeida is dat dan, denk ik. En ook Mas zit er goed van voren, terwijl Frigo hier doorheen zakt. Zal ik even niet op te letten, moet Guy even dat gat, of Schulz was dat, die het gat even moet dichten naar de kop van de wedstrijd. Ja, valt het hier een beetje stil in de peloton, dus gaan we maar met Guy op kop fietsen. Een beetje tempo erin houden, we willen niet dat het stil valt, dat het aanvallen gaat regenen en waar Lopez op moet reageren. Ja, uiteindelijk 2 kilometer voor de finish hebben we nog genoeg energie over om zelf een demarrage te plaatsen. Want ja, hoe meer tijd we voor die tijdrit hebben, want etappe 21 is een tijdrit. Ja, hoe beter, want we weten Almeida is natuurlijk een uitstekende tijdrijder. Mas is dat niet, maar ja, Lopez is dat ook zeker niet. Ja, Mas, die verliest wel wat tijd. Daarentegen pakt Almeida wel een paar seconden, 10 seconden ten opzichte van Lopez, terwijl Dion Smith of all people deze zware bergetappe wint. Ja, een hele aparte winnaar. Maar goed, Frigo mee in deze etappe nummer 20. Weet ook niet waarom ik dat deed. Ja, Arkea lijkt niet mee te zitten, want die gaan vol op kop fietsen. Dus ja, dat verschil met die kopgroep blijft klein. Wordt er uiteindelijk teruggepakt. Uiteindelijk is het Hamilton die samen met O'Connor en nog wat andere renners demareert. Maar ook deze renners maken geen kans op de ritoverwinning, lijkt het wel. Want ze hebben hier nog maar een minuutje. En weer is het Groupama die heel veel vertrouwen heeft in Gaudu. Maar die gaan het niet afmaken. Het is hier Carapaz die ook de overwinning lijkt af te stevenen. Maar het is op mij dat die daar zijn tweede ritoverwinning pakt. Lopez kon die eindsprint niet goed inzetten, ook omdat hij te weinig energie had. Ganna wordt daar nog wel heel netjes zesde in zijn bergtrui. En Mas eindigt ook net in dezelfde tijd als de favoriet. En dan is het Almeida die toch wel het grootste gevaar gaat zorgen in deze laatste tijd. Het 47 seconden is het verschil. Ik had eigenlijk geen rekening meer gehouden met Almeida, eigenlijk meer met Mas. Maar ja, Almeida bleek dus wel echt de sterkste in die laatste bergetappes ook. En daarom vrees ik wel voor een afslag in deze tijd. We mogen dus 47 seconden verliezen. Voor de dagwinst is het weer een wedstrijd tussen Bissegger en Ganna. Terwijl hier Frigo in zijn laatste wedstrijd in de Italiaanse leiderstrui. Nationaal kampioen. Vind ik wel mooi nog steeds dat hij dat is geworden vorig jaar. Tegen Ganna ook, terwijl hij meedeed. En die hier net de achtste plek. Maar dan gaat het uiteindelijk natuurlijk tussen Almeida en Lopez op gewoon de eindwinst van de Giro. En dan wordt het echt gruwelijk spannend. Want ik denk dat die verschillen tussen Almeida en Lopez toch wel om en nabij die minuut zitten in deze tijdrit. Terwijl Ganna hier echt een hele goede tijd neerzet. Terwijl hij ook al die etappes in de aanval is geweest. Dus Ganna die heeft hier echt een meer dan uitstekende Giro gereden. Almeida, eerst tussenpunt dan. Had even niet gezien hoeveel seconden. Volgens mij 28 seconden ten opzichte van de leider in de wedstrijd. En dat is dan Ganna die op dat tussenpunt het snelste was. Lopez 45 seconden. Dus dat is een verschil van 17 seconden. Kunnen we dat volhouden? Ongeveer een derde van de wedstrijd. En een derde van het verschil wat Lopez mag verliezen. Dan wordt het echt ontzettend spannend. Hier is het Almeida, tweede tussenpunt, 57 seconden. En dan moet Lopez daar toch een half minuutje verliezen. Maximaal. Want in die laatste kilometers gaat Almeida ook wel snel zijn. Want je ziet dat ik met Lopez al best wel veel energie heb gespeeld. Meer dan die finish. En dan is het hier het verschil anderhalve minuut ten opzichte van Ganna. Dus dan wordt het echt heel spannend. Almeida die hier een tijdzet van 1 minuut 21 is dat van Ganna. En dat betekent dat we 1 minuut 21 plus 47 seconden is een tijd van 2 minuten. Een 8 seconden, 2 minuten 9 seconden. Maar we zien hier Lopez op de finish afkomen. En dan is het verschil tussen Ganna 2 minuten en 19 seconden. En dat betekent dat we deze Giro verliezen op 11 luttele secondes van João Almeida van UAE. Dat is toch wel hartstikke balen. Ik ging er halverwege deze Giro echt vanuit dat ik hem zomaar ging winnen. Maar nee. Ik had eigenlijk te weinig rekening gehouden met die tijd. Ik had misschien in die etappes wat Lopez goed was toch iets meer tijd moeten pakken. Proberen te pakken in ieder geval. Ja, hier zien we Lopez. Pakt dus wel een podiumplek. Wat vooraf gaan natuurlijk van deze Giro heel knap was geweest. Maar
Ja goed, het is niet anders. We zien ook de andere truien. Natuurlijk Ganna en de bergtrui, puntentrui voor Jasper Philipsen, jongerentrui voor Ben Healy. En dan is het IF die het ploegklassement wint ook door Ben Healy. Eiking die heel veel op kop of vooraan heeft geëindigd. En Chaves, Carapaz natuurlijk. Ja, dat was het dan voor deze Giro. Ik hoop jullie de volgende aflevering weer te zien. Laters.